koud. Niet, en niet zo koud als afgelopen nacht. Nee. Zo, bro, die zegt iedere keer, gooi je niet. Maar als ik zeg van, dat, wat zeg je? En wat ben jij aan het doen? Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag zaterdag 2 december 2023. En het is nu om precies te zijn 13.35 uur, 35, dus half 2. Ja, we moeten even opschieten, want Ro moet ook zo meteen naar zijn werk. Dus we gaan nu even snel naar de gym. En of ik breng Ro zelf zo meteen. Even kijken hoeveel peut ik in de auto heb. Komt wel goed. 190. Dus ik denk dat ik zo meteen lekker al naar zijn werk ga brengen. Ja. Dus komt goed. En anders moet hij lekker zelf rijden. Ook niet erg. Nee. Komt goed. Dus ik zou zeggen heel veel kijkplezier bij deze goede nieuwe vlog. Het is ook niet heel erg koud. Niet zo koud als afgelopen nacht. Nee. Toen was het echt gewoon koud. Maar ja, ik heb wel dik 3 uur gelopen met mijn buurman. Dus, en dan ga ik even naar binnen, even kijken waar Ro uit hangt. Waarschijnlijk al naar binnen. Zo, Ro die zegt iedere keer, gooi je niet. Maar als ik zeg van, dat, wat zeg je? En volgens mij wil hij alleen maar horen wat hij wil horen op dit moment. Maar dat maakt niet uit, dat geeft niet. Nee, tuurlijk hoor je me nou niet, nee. Omdat ik nou voor je loop. Ha! Dus. Ja, ja, eens eventjes kijken. Wat gaan we doen? Wat gaan we halen? Ja. Ik kan hier nog alles druk wezen. Ik ga deze kant op. Ha. Ik ga gewoon deze kant op. Zeker wel. Eens even kijken wat erin zit. Nou, niet zo heel veel voor ons, denk ik. Maar eens even kijken. Stampot, andijvie, hoef je niet, hè? Met, ja, hé, hey, hallo, het is maar een voorstel, hè? Hoef, nee, Ro, het is een voorstel. Je hoeft het niet te doen. Hallo. Je hoeft het niet te doen, maar het is een voorstel. En dan hoef je het niet terug te kaatsen naar mij. Dat is iedere keer wat je wel doet. Stop daar maar eens een keer mee. Ik wou het net zeggen. Kijk eens alsjeblieft. 2,50. Heb je wel wat lekkers even op je werk? Oh. Want hoe duur is deze? Oh, 2,50. Oké. Okay. Dus. Ja, kom. Lopen. En daar hebben we nou helemaal geen tijd voor. Nee, dat is Ro. Als ik iets zeg van, joh, misschien is dat voor jou, dan kaatst je dat altijd maar weer terug. En dat is heel vervelend. Dat kan heel vervelend zijn. Dan zeg ik dat ook. Van, stop daar maar eens mee. Ik begrijp het niet. Nee, je begrijpt het heel goed. Meneer, die wil het alleen soms niet begrijpen. Maar en dan moet ik maar duidelijker praten, maar daar kan hij ook nog eens wat van, om duidelijker te gaan praten. Maar ja, ik kan het 100 keer zeggen, mijn moeder kan het 100 keer zeggen, maar het dringt niet tot hem door. En dan kan hij zeggen, ja, maar ik hoor mezelf. Ja, ik hoor ook mezelf praten in mijn eigen oren, maar ik praat wel gewoon duidelijk. Ja, dat is het verschil tussen Ro en mij. Dus even kijken, ik wil sowieso Shippy. Ik wil sowieso Shippy als dat er is. Ja, dat is ze. Ja, nee, niet wel. Hé, hey, de naturel die ligt beneden, oké. Okay. Ik neem er gewoon weer even drie mee, zeg ik. 3, ja, daar komt er ook al aan. Zo. Ja, precies daar naartoe. Daar naartoe, ja, precies daar naartoe, ja. Wat ben jij aan het doen? Waar ben jij aan het doen? Aan het overleggen. Ja. Ze is druk bezig met overleggen.
Kijk, ik snap heus wel en dat mensen ouder worden. Begrijp ik echt wel. Begrijp me niet verkeerd. Maar als je weet dat je in principe dovig begint te worden, dan probeer je gewoon bij je partner wat meer in de buurt te gaan komen. En niet als je partner iets zegt, wat zeg je? Wat zeg je de hele tijd? Wat zeg je? Je groeit niet. Ik weet het nu wel. Je hoeft het niet de hele tijd te gaan herhalen. Want hij herhaalt alles. Maar als ik iets dingen herhaal, dan mag het niet. Dan wordt meneer gepikeerd en boos. Ja. En normale gesprekken met hem voeren kan niet. Want als ik iets vraag, ja, moet je zelf weten. Ja. Wat kan ik doen? Ja. Doe maar wat en wat je wil. Nee. Ga gewoon een normaal gesprek voeren met mij. Ja. Ja, je kent ook die kant op, toch? Waarom de hele tijd moeilijk doen om via mijn kant te gaan? Omdat het heel erg smal is hier. Ah joh, heel erg smal. Jeetje, mine. Dank je. En een normaal gesprek voeren en met je eigen vrouw, is dat nou zo moeilijk? En luisteren naar je vrouw wat en wat ze zegt, is dat nou zo moeilijk? Luisteren, Ik vraag wat. Luisteren, niet horen. Ja, wat? Even, wil je praten in de camera? Ik vraag wat aan jou. Ik zeg net, het luisteren niet, maar het horen wel. Want? Hoezo? Ruis in mijn oor. Ja, dan moet je. Dan moet je van de week maar eens even met mij en naar de gehoorspecialist toe gaan, Ro. Misschien werkt dat. Dat denk ik wel. Kan je de ruis eruit halen? Dat denk ik, schat. Denk het niet. Maar nog even niet. Laat hem lekker staan, denk. Oh, dank je.
Zo, alweer even een aantal x-uurtjes later. Ik weet het. Het is alweer inmiddels al bijna 8 uur. Ik ga nog eventjes een beetje kassis pakken. Ik heb er even zin in. Ja, kassis, kassis, kassis. Ik ga er even zin in. En dan ga ik zo meteen lopen met de Bugman weer. Maar ik was gewoon vandaag heel erg moe. En dan moet ik even de pas op de plaats doen. Want ik heb gewoon gisteren, wat ik al eerder zei, dik 3 uur gelopen. En dan ben ik gewoon moe. Heb ik pijn. En dan ga ik gewoon slapen. Ja, what else? Die is lekker. Dit is echt lekker. Kas is gewoon de originele met Hero. Yes. Zo lekker, sorry. Lekker even. Lekker man. Ik heb ook zo zin in de zomer, man. Ja, en dan ga ik me zo meteen mijn sjaal omdoen. En dan ga ik weer even de hondjes uitlaten samen met Michael. Zo. Willen jullie nog een worstje of zo, mama? Wie wil de worst? Even kijken. Wie wil de worst, lady? Worstje? Even wachten, schat. Krijg jij een worstje van mama? Zitten. Jullie krijgen alle drie worst. Wachten. Zitten, dames. Eerst lady. Leed. Happen. Alsjeblieft. Lovely. Alsjeblieft. Pitty. Zo, Pitty. Happen. Aansterken die handel. Goed zo. Hé, hey, dat was lekker hè. Nou kom, gang. Ik ga zo lopen met jullie. Kom. Lopen, lady. Lopen. Kom. Hé, hey, ja. Hé. Hey. En daar staat Ro. Ja, het is alweer 11:30. Yep. Juppie doei. Jij gaat lekker naar huis. Wil jij dan morgen, voordat je naar je werk gaat, even nog de hondjes uitlaten? Dan doe ik ze morgenavond weer. Kan proberen. Dat is heel fijn. Top. Nou, jij gaat lekker naar je werk. Ja. En ik ga lekker naar mijn nest. Huh? Nou ja, lekker filmpjes kijken. Dat ga ik doen. De hondjes hebben lekker eten. Yay. Dag schat. En ik stuur het straks even gelijk door naar je werkmail, ja? Oké, laters. Doei doei. Dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit nou weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij.